Het vroegere vissersdorp Kam is in zo'n 200 jaar uitgegroeid tot een stad met 75.000 inwoners en 3 miljoen bezoekers per jaar. Het is een stad met veel facetten, van lokale markten, authentieke plekjes, ambachtelijke bakkers, tot havens met luxe jachten en evenementen vol glitter en glamour. Suquet is het oudste gedeelte van Kam. Vroeger woonden hier de vissers van de stad. Het ligt op een heuvel boven de oude haven. Via allerlei smalle straatjes en steegjes kom je bij deze kerk, Notre-Dame de l'Espérance. Die dateert uit de 16e eeuw en is gebouwd in de gotische stijl. Vanaf het Place de la Castre, het plein van een middeleeuws kasteel, heb je een geweldig uitzicht over de stad. Dit is het Palais de Festival, het congresgebouw van Cannes, aan de boulevard de la Croisette. Elk jaar worden hier internationale beurzen georganiseerd, zoals de vastgoedbeurs MIPIM en het reclamefestival Cannes Lions. Maar ook het Cannes Film Festival vindt hier plaats, met de uitreiking van de Palme d'Or, een van de belangrijkste filmprijzen ter wereld. Er zijn zo'n 50 stranden, van publieke stranden als de Moulin Rouge en Bijou Plage, tot privéstranden met restaurants, bedjes en lifeguards. Op diverse plekken in de stad vind je petankveldjes. Hier op het Place de l'Étang kan iedereen aan de slag. Alleen toekijken kan natuurlijk ook. Moi je suis Georges, j'ai une résidence secondaire à Cannes et je joue environ 2 ou 3 fois par semaine à la pétanque, c'est devenu une vraie passion. Alors, ce qui est agréable, donc, c'est un club privé, mais tout le monde peut jouer. Et voilà, c'est une atmosphère très conviviale. De gemeente van Cannes investeert veel in duurzaamheid. Je ziet dit terug in de nieuwe vormen van mobiliteit. In de schone straten, in de aandacht voor natuur en biodiversiteit. En in de duurzame stadsplanning. I'm Charlie Owen, and I'm from England. The weather, the people, everyone is friendly. It is beautiful, it is clean, everything, yeah. I come here, I decide I wanted to work out outside, get fitness in, the beautiful views. I've seen lots of fitness parks all along the seafront, along the Croisette. It's good. Cannes is een van de Franse steden die meedenkt naar de certificering als duurzame, innovatieve bestemming. Nice to know, toch?